Hatert ze en overrasselt ze vennen. 520 hectare met enkele tientallen vennen, al dan niet benoemd. We zijn bij de Hatertse en Overasseltse Vennen. Dit natuurgebied is een belangrijke plek voor recreanten. Mensen uit de hele omgeving komen hierheen voor een wandel- of fietstocht. Verder zijn er in het gebied ook veel scoutingverenigingen gevestigd. Er wordt zelfs gekampeerd op een van de vele velden die voor dat doel gereserveerd zijn. Ook op folkloregebied zijn de Hatertse en Overasseltse Vennen belangrijk. Daarvoor begeven we ons naar de ruïne van de 15e eeuwse Sint-Walrikkapel. Deze plek heeft zich door de eeuwen heen ontwikkeld tot een bedevaartsoord. Misschien zou je denken waarom al die lapjes stof hier nu overal hangen. Nou, dit is een koortsboom. Door een lapje stof hier te hangen zou je genezen worden van ziekte. Het schijnt zelfs dat in het jaar 777 Karel de Grote ooit van zijn koorts genas door een stukje van zijn kleding in deze boom te hangen. Vandaar dat hij er toen deze kapel heeft laten bouwen. Maar ondanks alle mensen die hier komen, kan de natuur nog verrassend goed zijn werk doen. Behalve het water vind je hier ook veel bos- en heidegebied en rivierduinen. En er leven dieren, zoals vossen, reeën en dassen. Natuurfotografen kunnen hier hun hart ophalen. En onze cameraman ook trouwens.